Hallo! In deze video laat ik zien hoe je een spaghetti kunt maken, ongekookt, van courgetten. Met dit apparaatje, de Spiroli, kun je allerlei slierten maken. Ik zal je eerst laten zien welke messen er zijn. Je hebt hier een breed mes, daar maak je fettuccine van, of tenminste een brede vorm, lintvormige pasta. Dit is met hele kleine gaatjes erin, dus dan krijg je een hele fijne engelhaarachtige pasta. En dan een wat grovere voor een grovere vorm. En ik zal laten zien hoe dat gaat. Kijk, courgette is leuk om te doen omdat het wit is. Ik heb de schil er nu aangelaten, want de schil zou ook heel gezond zijn. Hè? Heel veel vitamines onder de schil juist. Maar als je hem schilt, heb je een perfecte mooie witte pasta. En het gaat als volgt. Hier zit een rond in waar je je vrucht of je groente indrukt. Nou, hier natuurlijk punten, zodat hij vast blijft zitten. En dan hier nog een hendeltje om hem deze kant op te duwen. De kant van waar hij naartoe moet. Kijk, dit is een vrij dikke, hoor, moet ik zeggen. Maar je kunt dus kiezen welke dikte je gebruikt. Hoppakee. Oké, nou en dan hou je dit over. En het is zonde om dat ook weg te gooien, dus dat verwerk ik ook vaak. Gewoon als kleine stukjes nog. En doorheen. Nou, hoeft niet per se hoor, want dan heb je natuurlijk een pure pasta als je dat niet doet. Nou, en dan ga ik er nu een saus bij maken. Dat is een Alfredo saus, oftewel een bechamel saus. En bechamelsaus wordt altijd met melk gemaakt natuurlijk en nootmuskaat. En nu ga ik hem in de blender maken. En het gaat als volgt. Een halve kop geweekte cashewnoten. Je kunt ook pijnboompitjes gebruiken of een combinatie met zonnebloempitjes erbij. Een sap van een halve citroen. Ik doe iets minder omdat het anders misschien te zuur wordt. Het ligt eraan, hè. Sommige citroenen hebben veel sap, andere minder. Een half teentje knoflook. Wat zwarte peper. Wat zout naar smaak. Ik gebruik hier Himalaya zout, dus dat is een heel bijzonder zout. Vol met sporenelementen en mineralen. En natuurlijk de nootmuskaat. Naar smaak, ik denk dat het een kwart theelepeltje wordt. En dan een hele mooie superfood, dat is Braziliaanse ginseng. Ze noemen het ook wel suma. En dat is een kruid wat zich moet aanpassen in de natuur en daardoor heel sterk adaptogeen is. En als jij dat eet, dan kun je ook heel goed verweren tegen stress. Het helpt ook bij vermoeidheid. En verder bevat het weer heel veel mineralen en vitamines. Ik doe er 1 theelepel in. Het is een beetje bitter van smaak. Ergens lijkt het ietsje pietje op de nootmuskaat, dus dat is dan, vind ik, een hele goede combi. Verder smaakt het ook goed in je smoothie, vooral met chocola is het een goede combi. En dan hennepzaadolie. Weer een fantastisch olie met goede vetzuren. Prachtig van kleur ook, zo intens groen. Een halve eetlepel. Dit is een halve theelepelmaat, dus 3 van die is een halve eetlepel. En nog een beetje water, een kwart kop. Nou, dat zijn de ingrediënten. Om een zo glad mogelijke saus te krijgen. En dat gaat bij de noedels, bij de pasta. Dit is voor 1 persoon ongeveer. Zo, nou goed mengen. En dan kun je genieten van je pasta Alfredo. Met een lekker blaadje basilicum erbij. Heb je een heerlijk gerechtje. Enjoy!